wereld is klein vandaag. Het is mistig in de donkere laagte waar ik nu ben. En waar ik eerder deze week ook al was om de ganzen te filmen. Want er zitten hier weer enorme groepen ganzen in de weilanden. Ja, doordat het zo mistig is zien we ze vandaag niet. Maar horen doe ik ze wel. Het zijn vooral koolganzen, brandganzen en grauwe ganzen die hier op die graslanden lopen te fourageren. Nou ja, de koolgans die herken je aan zijn bruine verenkleed, aan zijn oranje snavel met er omheen een witte bles, een witte kool. Vandaar de naam koolgans. En twijfel je toch, kijk dan naar zijn buik, op die bruine buik zie je ook zwarte strepen lopen, dwars, horizontaal. Typisch een koolgans dus. Dus een witte kool met die zwarte dwarsbanden. De brandgans is een heel andere gans. Die is wit, grijs, zwart van kleur. Ze heeft een heel ander kleurenpalet. Wat echt in het oog valt, zijn natuurlijk die witte wangen van die brandgans. Ja, verder is het ook een middelgrote gans die vaak samen optrekt met die koolganzen. Dus vandaar dat je ze hier beide in grote getalen kunt zien. Nou ja, behoeft de grauwe gans nog een inleiding? Die is denk ik wel bekend. Is echt een grote gans, echt een joekel van een beest. Heeft een enorme oranje snavel en maakt echt een enorm kabaal wanneer je hem nadert. De grauwe gans is hier in de Alblasserwaard een beetje een plaag. Zeker bij Kinderdijk, waar die de rietvelden wegvreet. Waardoor die rietvelden veranderen in waterplassen. En daardoor verliezen de purperijgers hun broedgebied. Want die nestelen in dat riet. Nou ja, afijn. Dat wat de ganzen betreft hier. Ja, hier zie je af en toe natuurlijk ook wel andere soorten. Een Canadese gans bijvoorbeeld. Of de toendra rietganzen bij Wijngaarden. Maar die heb ik al in een eerdere vlog laten zien. Dit waren de ganzen in de Donkse Laagte.